Hallo, welkom bij een nieuwe video. Dit is mijn eerste video op dit YouTube kanaal en ik neem jullie mee in naar de Efteling. Efteling. We gaan nu eerst in de Vliegende Hollander, want dat blijft een superleuke waterachtbaan. Ik doe hem altijd graag als ik in de Efteling ben. En daarna gaan we kijken hoe het bij Nest is. Zal ik wat details laten zien. Zo zien we ook nog eens de huisjes bovenop de Vliegende Hollander. Nu kunnen ze van dichtbij bekijken. En dan zie je dat ze eigenlijk best wel gedetailleerd zijn. De ontwerper van deze attractie heeft in alle huisjes geprobeerd boten erin te verwerken. Dat valt in eerste opzicht niet zo op, maar als je er goed naar gaat kijken, zie je dat overal bootjes in verwerkt zijn. We gaan nu eventjes naar Vogelrok om te laten zien wat ze gaan veranderen. Want er is aangekondigd dat ze het themagebied rond Vogelrok, of het is nu nog geen themagebied, het is nu nog een groot plein, dat ze die gaan veranderen. Monsieur Cannibaal krijgt een ander uiterlijk in het thema van Sinbad de Zeeman en het kinderdolhof verdwijnt. En daar ga ik zo meteen wat van laten zien. Het idee is namelijk dat ze eerst de gebieden in de Efteling zelf, dus de kleinere aanpassingen die niet al te veel geld kosten, dat ze die eerst gaan aanpassen. Dat doen ze omdat ze niet genoeg geld op dit moment hebben vanwege de coronacrisis. En daarna gaan ze uitbreiden naar het oosten van het park en daar komt een nieuwe circusachtbaan. Nou, hier zie je het gebied waar het over gaat voor het Vogelrokgebied. Het loopt daar helemaal achter door tot Vogelrok. Hierachter zitten nog Monsieur Cannibaal en die kun je niet zien door de bamboestruiken. Maar ik denk dat het heel gaaf wordt. En ze gaan het afscheiden van Carnaval Festival. Dus dat is ook al positief, want het plein is natuurlijk nooit zo mooi en nu wordt het wat groener. Ook Panorama gaan ze erbij betrekken, maar dat komt later pas. Dit is denk ik wel een van de plekjes waar de meeste Efteling-fans graag komen. Hier zie je allemaal oude attributen van de Efteling. Oude maskers, oude poppen, allemaal zijn ze in het park vroeger gebruikt. En wat misschien nog wel leuker is, is dat je hier oude ontwerpen ziet, of nieuwe, kan ook. Bijvoorbeeld van Vogel, van Jos en de Draak, sorry. En hier zie je de Efteling plattegrond. Daar kun je allemaal spellen op spelen. Ontwerpen van Ravelijn, Vliegende Hollander. Dus dit is altijd wel een heel leuk plekje. Hier zie je de 6 zwanen met ontwerpen erbij. En een miniatuurversie van het kasteeltje. Nou, we gaan nu verder naar het Volk van Laaf. Dus kijk, tot zo. We zijn nu bij het Volk van Laaf en we gaan even in een paar huisjes binnenkijken. En dat zal ik ook laten zien. Hier zie je het Loof en Lerhuis, volgens mij. En hier is een standbeeld van de laven. Met een, hier kun je trommelen. En als het goed is, moet er dan wat gebeuren, maar... Ja, er gebeurt ook iets. Vind ik wel een leuk effect. Dat maakt het Volk van Laaf ook bijzonder. En dan gaan de kaarsen weer omlaag. Dit moet voorstellen dat de laven uit deze put zijn ontsnapt, zeg maar. Uit zijn gekomen. Ze leefden eerst op de Noordpool. Maar nu niet meer, het werd te koud. En ja, dat zie je hier in het huisje.
Hier zie je de laafjes die les hebben en daar is, ja, er zit spiegeling op, maar ik weet niet of je het kunt zien. Maar daar zie je de meester, die zit heel erg hoog. We hebben toch even besloten het volk van Laaf monorail even over te slaan vanwege de lange wachtrij. We gaan nu even kijken wat ze gaan doen. Vandaag vrij druk in het park. We gaan nu naar het Anderrijk en we willen lopen even via het Sprookjesbos. We gaan eventjes door het kasteeltje van Doornroosje. En we komen even bij het kabouterdorp. Dit blijft wel een van de mooiste plekjes uit de Efteling. Het kasteeltje is heel mooi en er zitten veel kleine details op. Het is een van de eerste gebouwtjes van de Efteling. Maar het ziet er nog steeds heel goed onderhouden uit. Was Roodkapje naar haar grootmoeder gegaan. Je kunt wel scherp inzoomen. Er zijn hier een paar rotsen weggehaald en die ga ik even in beeld proberen te brengen. Hier zie je het, hier zijn rotsen weggehaald en daar hebben ze nu natuur en stenen voor teruggeplaatst. En ik moet zeggen, het ziet er heel mooi uit en past goed in de omgeving. We zijn heel eventjes naar Ruigrijk gegaan om wat eten te bestellen en we willen nog zo meteen naar Piranha. En dan gaan we weer naar huis. We zijn er dan ongeveer 2 uurtjes geweest, maar we hebben expres niet zoveel attracties gedaan, want er is genoeg te doen in 2,5 uur. Dus dat. We wilden toch even in de Carnival Festival, want die was op dit moment 10 minuten wachten en dat is natuurlijk het zeker waard. En we hadden ook een foto nodig voor in een attractie, die wouden we hebben. En dat kan natuurlijk niet in Piranha en wel bij Carnival. Dus we gaan even naar Carnival Festival en dan krijgen jullie ook een paar sfeershots. Als het goed is, als dat mag.
Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En geef een like als je hem leuk vond. Doei!